Vlaanderen houdt er duidelijk van om bekende families bezig te zien. Zo konden we er al enkele volgen in hun eigen realityshow. Zoals bijvoorbeeld Eddy Plankaert en zijn kroost, maar ook Gert Verhulst en co, die zijn heel populair. Daarom vroegen we ons wel eens af, wie zien onze lezers het liefst? De Plankaerts of de Verhulstjes? Onze showbizwatcher vertelt er meer over. Dag Patrice, hoe hebben we dat onderzocht? We hebben dat onderzocht, Isaura, zoals we dat eigenlijk tegenwoordig al elke week doen. We plaatsen een Facebook-poll op onze Facebookpagina van Tingo en we stellen dan de vraag aan onze lezers. En welk resultaat is er uit die poll gekomen deze week? Wel, eigenlijk wel een verrassend resultaat, want we hadden verwacht dat het een spannende poll zou worden. Want de Plankaerts en de Verhulstjes, dat zijn toch twee kijkcijferkanonnen. Maar het tegendeel is eigenlijk waar geworden. Het was een ruime meerderheid dat zei van kijk, eigenlijk is voor ons de Verhulstjes onze favoriet. Dat was zo'n 68%. Amai, dat is toch wel een groot verschil. Wat is dan juist het grote verschil tussen de Plankaerts en de Verhulstjes? Wel, als je naar de twee programma's gaat kijken, dan zie je bij de Verhulstjes dat daar echt de klemtoon wordt gelegd op feel-good televisie. Bijvoorbeeld Ellen zei in Story nog deze week dat Marie en Vic het moeilijk hebben met de coronacrisis. Maar dat zit dan niet in het programma. Het zijn dergelijke dingen die je dan wel ziet in Château Plankaert. Want bijvoorbeeld bij de Plankaerts is er een discussie aan de gang van wat gaan we doen eens het kasteel klaar is. Gaan we dan in Frankrijk wonen of gaan we dan niet in Frankrijk wonen? Het is iets dat je gaat zien in dat nieuwe seizoen van Château Plankaert. Dus eigenlijk, wat kunnen we dan concluderen uit onze poll? Dan kunnen we echt wel zeggen dat de kijkers in deze tijden op zoek zijn naar Feel Good TV en dat ze dat op dit moment meer vinden bij de Verhulstjes dan bij de Plankaerts. Ja, die Feel Good is echt wel belangrijk in deze tijden. Bedankt Patrice en hopelijk mogen we de familie Verhulst en de familie Plankaert nog heel lang blijven volgen.